Ik sta hier bij het kantoor van Hewlett Packard Enterprise en we gaan het vandaag hebben over de as-a-services markt en het HPE GreenLake platform. Wat voor trends en ontwikkelingen zie jij rond as-a-services, in bijzonder bij IT-businesses, maar ook bij channelpartners? Uiteindelijk zijn as-a-services oplossingen die een bepaald probleem oplossen. En we zien bij klanten, zowel bij partners als bij eindgebruikers, zien wij aan de ene kant dat zij technologie niet meer als een hulpmiddel gebruiken, maar dat het de core is van een hele bedrijfsvoering. En aan de andere kant moet je die bedrijfsvoering wel staande houden. En daar heb je kennis en kunde voor nodig en de mensen voor nodig om dat bij te houden. En in de huidige markt zie je dat er een grote crunch is op het vlak van IT-talent om mensen aan te nemen en te behouden. Nou, en daardoor zie je een verschuiving richting cloud. En dan bedoel ik niet cloud als een hyperscaler waar spullen worden opgepakt en het probleem wordt verplaatst, maar juist naar een manier waarop je je IT-processen inricht. Flexibel, schaalbaar en altijd beschikbaar. Maar waarbij organisaties dan weer gaan worstelen met het feit dat ze compliant moeten zijn volgens bepaalde regelgeving. Waarbij ze opeens onvoorspelbare kosten hebben. En waarbij ze ook hun data, die eigenlijk het liefst zo dicht mogelijk willen houden, opeens op een plek staat waar ze er moeilijk bij kunnen. Wat is HPE GreenLake en wat kan je ermee? Nou, HPE GreenLake is eigenlijk gestart vanuit de cloud-gedachte. Mensen maken gebruik van de voordelen van de cloud, zoals snelheid, minder te hoeven doen en dat soort zaken. En dat hebben we eigenlijk naar het datacenter van de klant zelf gebracht. Dus jij krijgt een omgeving met de cloud-like experience in jouw eigen datacenter, dedicated voor jou. En daar hebben we meerdere varianten van, maar eigenlijk voor het gemak kunnen we stellen, dat begint bij hardware as a service. Dus je krijgt die resources die nodig zijn, zodat jij je werk kan gaan doen. Maar dan moet je alles zelf doen daarnaast. En het andere uiterste is volledig ontzorgde omgeving. Waarom is HPE GreenLake zo interessant voor channelpartners? Nou, uiteindelijk is HPE een partnergedreven organisatie. Het meeste van onze business gaat via partners. En we hebben daar ook een heel uitgebreid ecosysteem voor ontwikkeld. We hebben partners natuurlijk die uit de klassieke resell komen. Die toch een waarde te zoeken voor de cloud-omgeving van hun klanten. Nou, daar spelen we een rol in door ze volledig te ontzorgen aan de ene kant. Maar we hebben ook een ecosysteem met partner-ready service providers om ze daarbij te helpen. En mocht het zo zijn dat een partner de mogelijkheid ziet om bij een klant on-prem iets neer te zetten, hebben wij daar ook de oplossingen voor om ze in een zogenaamd shared responsibility model te ondersteunen. Dus we kunnen gezamenlijk kijken, wat doet de klant in die cloudomgeving? Wat doet de partner in die cloudomgeving? En wat zijn de onderdelen die ze graag bij HPE willen laten onderbrengen? Ik ben ook heel benieuwd wat HPE GreenLake kan betekenen voor de IT-beslisser. Nou, dat gaat eigenlijk vanaf dat je te weinig mensen hebt om vaak de dingen te doen. En omdat wij heel veel dingen ontzorgen nu, kunnen die mensen zich bezighouden met dingen die directer businessresultaten leveren. Het levert een stuk snelheid. De automation die in GreenLake zit, zorgt ervoor dat je altijd hetzelfde krijgt. Dus eigenlijk de kwaliteit gaat fors omhoog. En dan een aantal dingen waar mensen niet zo gauw aan denken. Dat is, het heeft heel erg veel te maken met sustainability. Want als jij alleen gebruikt wat je echt daadwerkelijk nodig hebt, zijn er niet allemaal dingen die je onnodig staan te draaien. Dus daarmee gebruik je minder stroom. En wij zorgen er ook voor dat de spullen juist worden afgevoerd en dan weer een tweede of een derde leven krijgen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste, het is een omgeving dedicated voor jou. Dus het voldoet aan alle compliance regels en je hoeft je geen zorgen te maken of je in zo'n HPE GreenLake omgeving of je wel voldoet aan de regeltjes die voor jou als organisatie gelden.